Twee F-16's zijn in de nacht van woensdag op donderdag vanaf vliegbasis Leeuwarden opgestegen om twee Russische Bier-T95-vliegtuigen te onderscheppen. De Russen vlogen het Nederlands verantwoordelijkheidsgebied in zonder hun identiteit bekend te maken. Gevechtsleiders van het controlecentrum in Nieuw-Millingen gaven de Nederlandse F-16's opdracht om richting de Biers te vliegen. Voorafgaand hielden Noorse en Deense vliegtuigen de Russen ook al in de gaten. Nadat ze het Nederlandse luchtruim uitvlogen, heeft de Engelse Quick Reaction Alert de taak overgenomen. De F-16's onderschepten de Russen bij de grens van het gebied waarvoor Nederland binnen de NAVO verantwoordelijk is. De jachtvliegtuigen volgden de Biers tot de Russische toestellen noordwest van Leeuwarden richting Engels luchtruim het gebied verlieten. De Quick Reaction Alert van de Britse Royal Air Force nam de begeleiding vervolgens over.